Den Haag is het misschien vanochtend opgevallen. Er hangen door de hele stad posters met een groot rood hart. Die zijn vannacht opgehangen door een clubje dat zich Superwise noemt. In early 2009, Lynn decided to start consciously listening to his heart. You see, if you consciously think it, you'll manifest it. That's the law. Superwise Me is eigenlijk een spiritueel experiment. Waarbij ik zelf als spiritueel proefkonijn in rondhop. Namelijk in die zin dat ik besloten heb om dit project te doen. 100% ga luisteren naar mijn hart en mijn gevoel gaan volgen. Len Branson. Als in Sir Richard Branson. Ja. Hoe is dat gebeurd? Yes, the guy who looks like Branson. Stand up, oh my god. Look at him. It's like Branson 20 years ago. Thank you. Len is developing himself. Dancing here is good for his personal growth. At least that is what he's been told. Yeah! For 9 days, Len and his group of people have participated in a spiritual experiment. A field trip from the lowlands to the mountains of Andalusia. Ik zie dingen die er niet zijn. Ik leef in een wereld die niet echt is. Het is allemaal zo technisch gelul. Na 8 jaar was seksueel misbruikt geweest. Het is niet zweverig. Het is het leven zelf. Hallelujah, thank you universe, there is a God. Misschien is God wel iets totaal anders. Misschien is het universum wel iets totaal anders. Misschien moet ik alles misschien vanuit een totaal ander oogpunt beginnen bekijken. We zijn gewoon een theatervolk. Hier voert, we doen het. En dan is het maar zo. Everything under control, niets aan de hand. Er is hier heel veel aan de hand. Alles weet de weg. Alles is super wise. Super wise me. Say to the universe, super wise me, and watch what happens.